Dat vind ik nou een hele goede vraag. Niet alleen omdat ik het heerlijk vind om in een bakkerij rond te lopen, maar er zijn zoveel verschillende soorten en smaken brood. En hoe komen die nou aan hun eigen kleur? Dit is Marcel Lubbers, al zo'n 35 jaar een echte warme bakker. Laten we aan de slag gaan. We beginnen met het witte brood. We hebben bloem nodig. Bloem. Zout, hulpgrondstoffen en gist. En gist, dat is om het te laten rijzen, hè? Juist. En dan vergeten we het water, of niet? Ja, vanzelfsprekend. Water. Hiermee krijg je dus wit brood. Maar waarom wordt dit wit? Nou, zoals je ziet, de hoofdbestanddeel is bloem. En dit is eigenlijk zuiver wit. Nu het bruinbrood. Wat zit daar allemaal in? Gist, hulpgrondstoffen, zout, witte bloem, volkoren meel en een beetje bruine pasta. De bruine pasta, wat is dat precies? Hier zit geroosterde mout in. En tenslotte de krentenbollen. Ja, en wat zit daar dan in? Nou, natuurlijk water, gist, bloem, krenten en rozijnen. Even proeven of het ook echt zo is. Maar wacht even. Eerst dichtdraaien, hè? Eerst dichtdraaien. En daarna de krenten en rozijnen. Oké, ja, maar hoe krijg je dan die gele kleur? Nou, dat ga ik uitleggen. Natuurlijk zit er ook zout, suiker en broodpoeder bij, maar... Je ruikt het ook. Citruspoeder zorgt voor een gele kleur. En dan heb je verder nog een andere kleurstof. Nou, het is niet zomaar een kleurstof, het is wel geel. Dit komt namelijk van het natuurproduct geelwortel. Komt uit Azië. Dit, in combinatie met citruspoeder, zorgt voor die gele kleur bij krentenbrood. Hier hebben we onze bruine krenten en witte bollen. Nu nog heel erg klein, dus dan kun je er niks mee. Daarom gaan ze in deze rijskast. Het is hier binnen vochtig en warm. Daardoor gaat het gist in die bolletjes werken. Zet het uit en wordt het lekker luchtig. Nou. Haha, kijk. Een stuk groter geworden. Krentenbollen, witte bollen, bruine bollen. En nu zijn ze groot genoeg om de oven in te gaan. Daar gaan de bruine bollen. Lekker bakken. Kijk eens, Maries. Oh, prachtige bruine bollen. Lekkere verse witte bollen. Het ruikt heerlijk, Marcel. Heerlijk, hè? Nu jullie weten hoe brood aan zijn kleur komt, kan ik eindelijk doen waar ik al de hele tijd zin in heb. Vers brood. Verser wordt het niet. Heerlijk. Bruin brood, wit brood, krentenbrood. Maakt me niet uit. Oh, lekker zeg.